Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb weer heel veel zin om een Passelkie shoplog te gaan opnemen. Het is vandaag tweede paasdag. Ik ben een beetje zo... Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb gewoon zin om te winkelen. En ik heb ook wel gewoon echt dingen nodig. Al heel lang heb ik broeken nodig. Ik vind ze steeds niet. Ik weet niet of ik ze vandaag ga vinden, maar ik wil gewoon even lekker kijken. En wel genieten dat ik nog een extra dagje vrij ben en lekker kan gaan winkelen. Dus ik was net mijn jas aan het aandoen. Ik heb lekker een comfy outfit aan. Lekker Adidas trui, zwarte joggingbroek. Superstars eronder. Helemaal chill. Terwijl het er best wel leuk uitziet. Deze jas heb ik dus niet om. Ziet er toch? Ik zie er nu gewoon leuk uit. Dus ik ga naar Almere en ik ga je meenemen. Doe je duimpje omhoog als je zin hebt in de video. En praat vooral gezellig mee in de comments met wat je vindt van de items. Oké. Doei! Ik ben in de Only, maar het is echt mega druk. En ik heb heel veel, want het is zo leuk hier. Dus hier achter mij, zeg maar, op de gang of zo, staat een heel rek speciaal voor mij met alle kleding die ik kan passen. Maar ik durf niet te filmen, want er zitten allemaal jongens. Maar ik ga eerst even drie broeken passen. Deze broek is er niet meer mijn maat. Ik dacht, ik probeer hem toch. Maar het ziet er niet uit. Het is veel te strak. Maar dit is echt, hij is 40 euro. Een hele erge aanrader, deze broek. Hij is dus super comfortabel en hij sluit heel mooi aan. Alleen dit is dus gewoon echt niet mijn maat. Mijn benen heb ik echt heel dik daardoor. Ik wil hem even goed laten zien. Hè. Kijk, het is heel mooi, maar hij moet wijder zitten. En niet zo. Kijk, hij heeft hier ook heel leuk dit. Het is echt een hele mooie broek. Deze broek past ook niet, hij gaat niet dicht. Ik vond hem heel leuk met dit zo. Hij kost 40, maar ik heb geen idee van die maten hier. Dus ik vond hem gewoon veel te klein volgens mij. Deze past wel, maar ik vind het echt niet mooi staan allemaal. Het is zeg maar niet de spijkerstof. Mijn benen lijken echt enorm dik. Of dat zijn ze gewoon. Ja, hij sluit wel mooi aan, maar hij is net een beetje zo lang. Daar hou ik niet zo van. Nou, deze ook. Dat is 30 euro. Het is een push-up broek of zo, maar... Nee. Ik moet wel zeggen, want ik weet het ervaring dat het licht hier... Dat alles minder leuk lijkt. Dus ik moet daar een beetje doorheen kijken. Deze is 25. Ik vind hem heel leuk, want hij valt voor mij ook precies lekker qua lengte. En het is zeg maar niet echt een trui. Tenminste, het is meer een soort van shirt met lange mouwen. Van een soort van dun truistofje. Ik vind hem wel heel leuk. Ik ben er ook wel lekker in vol. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Maar ik moet even nadenken, want anders gaat het echt te duur worden als ik alles straks leuk vind. Deze is 22. Mocht je trouwens net als ik ook een maatje meer hebben, dan is de Only echt top. Want dit is zelfs een L, dus er is nog een maat groter. Weer, kijk, zie je hoe erg dit licht zeg maar tekenen. Dat is zo jammer. Ik kan het niet echt vermijden. Ik zie het maar helemaal veel om hier Instagram foto's mee te maken. Ze hadden het ook met een zwarte rand. Maar ik vind deze wel heel lekker fout of zo. Ik vind hem heel leuk. Echt heel leuk. Ja. Ik weet niet, is deze te ordy? Ik vind hem echt leuk. Zo leuk, hè? Ik heb hier dus nu niks onder. En op zich valt het wel heel erg doorschijn. Deze is maar 15. Dat is best wel goedkoop. Dat is echt goedkoop, hij is leuk. De Oni gaat zo goed met trends mee. Echt. Ga naar de Oni, het is echt heel leuk. En het licht is niet zo. Wat vinden jullie van deze? Echt wel heel goedkoop. Ik moet zeg maar dan of die eerste of deze nemen. Ik denk dat ik dan voor deze ga, ook in verband met de prijs. En ik vind hem wel heel tof. Ja, deze is 25, maar dit is leuk voor als je iets glitterigs nodig hebt. Maar het licht is zo comfortabel. Het is wel leuk als je glittertopje zoekt. Kijk maar. Deze is 22. Ik heb even handen zo, want hij schijnt heel erg door. Ik vind hem echt heel erg mooi. Het is met zo'n velvet. Kijk maar. Alleen, kijk, stel dat het nu kerst of zo had ik hem misschien wel gekocht. Maar voor nu denk ik, ja, ik hou sowieso heel erg van gewoon op je blote huid. Er is geen hemdje eronder. En dat moet bij deze wel. Dus ik heb hem nu niet nodig, voor zo'n soort topje. Dus ik ga deze niet nemen. Dit is een jurk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Maar hij is 40 euro. Dat vind ik wel veel geld. Ik probeer heel goed buik in te hebben. Zo. Wat vinden jullie ervan? Ik zou hier 40 euro aan uitgeven als je mij was. Hij was ook in te groen, maar die was niet in mijn maat. Het is echt een spijkerstofje. Kijk, het stofje is echt cute. Ik vind het te duur. Deze is 17. Ik heb wel veel roze shirts, maar hij leek me heel leuk. Maar ik vind hem toch een beetje pyjama-achtig. Even kijken. Kijk, sowieso op een kort rokje in de zomer zal hij heus wel leuk staan. Maar zie je, zo vind ik hem wel veel leuker. En ik draag niet vaak in mijn broek, omdat ik me niet fijn voel met mijn buik hier. Dat vind ik zo leuk. Ik vind hem zeker leuk hoor. Voor 10 had ik hem genomen, maar voor 17 denk ik. Misschien ook een maatje kleiner. Dat is wel groot. Ik hou heel erg van roze, maar ik heb veel. Wat vinden jullie? Ja, als ik hem zo zie, vind ik hem toch wel heel leuk. Maar
Chanel. Jeetje, het staat zo stom met dit licht. 35. Ik vind hem echt leuk in de spiegel, maar dan kijk ik in mijn camera en ik krijg het gatver. Ik wou zeggen, ik heb ook nog een verjaardagsoutfit nodig. Over 20 dagen vier ik het. Met vriendinnen. Maar dat is echt... Ik dacht dat het leuk was. Nee, jammer. Deze is safe. Nou, ik heb nu al gezegd dat het licht gewoon heel slecht is. Hij is 27. Ik vind hem echt heel leuk. Hij trekt een beetje bij mijn armen. Ziet er niet uit. Ik dacht dat hij leuk stond, maar... Is dan licht? Ik moet zeggen, hij staat super leuk, maar hij trekt een beetje. Maar als ik zo zie, staat hij helemaal niet leuk. Oké. Deze is 17. Ik hou heel erg van roze truien. Ik heb ook al heel veel roze truien. Deze is ook wel heel leuk voor de zomer. Echt een leuk truitje. Ik denk misschien dat dit zeg maar heel lelijk valt de hele tijd. Maar dat komt echt door het licht dat je dat weet. Kijk, hij is heel schattig. Ik heb alles wat ik leuk vind. Dan denk ik van ja, ik heb al zoveel roze. En dan koop ik bijna niks en dan koop ik wel een roze trui. Dat vind ik dan een beetje stom. Hij is heel cute. Maar het is niet dat iemand denkt, oh leuke nieuwe trui. Want ik heb al zo vaak een roze trui. Hij is wel leuk. Deze is wel heel leuk. Hij is 13 euro, maar hij trekt weer een beetje, zeg maar. Kijk, en dan vind ik het hier niet mooi van. Hier is het best wel strak en hier... Terwijl ik de top zelf echt heel leuk vind, met een leuk jasje eroverheen. En voor deze jas kwam ik hier eigenlijk. Want ik heb een week geleden of zo in een vlog, ik weet niet of jullie hem al hebben gezien eigenlijk. Ik loop een beetje achter met mijn vlogs, maar daar paste ik deze jas en hij was er alleen in een L. En die was best wel klein. Ik heb internet gezocht, hij was overal niet meer te vinden. Dus ik dacht hij zou er niet meer zijn. Maar hij was er nu dus in een XL en ik vind hem dus heel leuk. Weer in de camera zo vind ik hem veel minder leuk staan. Kan hij dicht? Hij kan net dicht. Net. Maar ik zou hem open dragen. Hij is 60 euro. En hier heb ik zeg maar echt aan gedacht gewoon van had ik hem maar gekocht. Terwijl hij gewoon te klein was. En het feit dat hij er nu wel in mijn maat is, vind ik dat ik hem moet nemen. Want ik vond het echt heel jammer dat ik hem niet had gekocht. Dus deze ga ik kopen. Ik vind het echt heel leuk. Kijk, deze trui staat zelfs met dit licht leuk. Misschien omdat het zwart is of zo. Oké, ik heb twijfel nu nog dus over deze drie dingen. Ik twijfel een beetje over deze, want die wel echt heftig is. Maar ik ga even mijn beelden terugkijken en dan ga ik beslissen wat ik doe. Ik ben in de H&M en ik heb dit topje aan. En hier lijkt het licht er heel erg... Ja, zo is beter. Ik vind hem echt heel leuk staan. Ik zeg dat ik hem zo in de camera zie, vind ik hem wel een beetje lang of zo. Maar deze is echt heel leuk. Kijk, het is echt een soort van blouseje. En ik dacht toch, hij is misschien ook wel leuk voor mijn verjaardag met een leuk jasje eroverheen of zo. Maar steeds in de camera vind ik het minder leuk, maar dat blijf ik zeggen. In de camera vind ik hem een beetje oma-achtig of zo. Maar ik vind hem heel leuk. En leuke mouwtjes. Oké, ik moest deze even passen. Hij is er niet in mijn maat. Dus hij is de maat te klein. Maar het is sowieso een heel kort topje. En ik vind hem zo geweldig. In de zomer. Op een shortje. Ik vind het echt een geweldig. 23 euro dus. Zo leuk topje. Een soort van korte peplum. Heel leuk. Kijk hoe leuk die is. Hij is op zich... Nou, ik zou dit alleen in... Waarschijnlijk zou ik dit alleen op vakantie of zo dragen. Nou, in ieder geval alleen op een short. Denk ik. Ik vind hem heel mooi. Maar ja, in de maat groter zou het beter zijn. Dus moet ik hem eigenlijk online bestellen, denk ik. Anders is het zonde. Deze ook 20. Ik vind hem wel schattig, maar hij is heel krap. Hier. Is dat normaal hier juist wijd? Het is echt heel strak. Ik denk, hoe passen mensen hierin? Nee. Hij is wel heel cute. Oh, ik had wel geluk een maat 34 gepakt. Het was me nog wat hij aanging. Maar ik heb geen zin om grote maat te gaan passen. Ik heb er even geen shirtje onder, dus ik haal hem even zo. Maar ik dacht dat ik dit jasje heel leuk zou vinden. Hij is leuker dan je in het licht ziet. Kijk, het is een beetje... Zie je dat patroontje erin? Hij is dus 40 euro, maar met 15% korting krijg je nu op één artikel. Dus dan is hij dus 30. Ik wil nu zo graag om jullie mening vragen. Ik vind het echt wel heel leuk. Ik denk dat ik dat dan niet ga nemen en dat ik dan deze ga kopen. Anders vind ik het ook een beetje te veel uitgaves. Hoewel ik dat zwart dit topje wel heel leuk vind. Kijk, even zo zie je even hoe die open staat. Het is echt heel leuk, hè? Ja, ik moet deze nemen. Echt geweldig. Hoe leuk is trouwens mijn jas? Ik hou van jasjes. Ik vind hem zo leuk. Oké, ik ga deze kopen. Ik
Oké, ik ben nu in de Primark. Ik heb nog 10 minuten en dan gaat de winkel dicht. Ik ben echt bezweet. Hallo camera. Oké. Ik ga dit allemaal passen. In mijn mandje zit nog meer. Dus anders neem ik het weer naar huis. En dan breng ik het wel terug als het niet goed is. Deze is 8 euro en ik vind hem echt geweldig. Ik ben heel wit. Daarom staat het misschien minder mooi. Maar ik vind dit zo leuk. Het is wel echt alleen voor op vakantie. Want hij is mega kort. Maar dit is al een hele grote. Oh. Eigenlijk moet ik maat groter hebben. Maar die zijn er niet meer. Van achter als ik buk, dan is het zeg maar echt. Maar ik neem hem denk ik wel. Ik vind hem echt heel leuk. Deze top is 13. En hij is veel te groot. Jammer, maar ik heb nu geen tijd om een kleinere maat te gaan pakken. Anders was hij misschien wel leuk. En deze broek staat mij niet. Deze is 16, mocht je het je afvragen. Ik heb hem ook veel te groot gepakt. Maar ik weet dat heel veel mensen dit heel leuk vinden. Dus tip bij de Primark. Oh jeetje. Ik zie weer, kijk hoe ik eruit. Deze broek vind ik heel leuk. Hij is 21 maar. Alleen te gors ooit. De hele zakken zaten vol met zand of kruimels of eten. Ik weet niet wat het is. En waar ik bang voor ben, dat hij zit nu goed. Maar ik ken de Primark, gaat het dus heel erg uitlopen. Kijk, hij is echt leuk. En deze top vind ik niet echt heel flatteus. Hij is maar 8 euro, maar kijk, ik hou nu weer mijn buik in. Maar als ik dat niet doe, is het echt heel lelijk. Dit vind ik zo geweldig. Dit jasje is 40. Maar kijk de achterkant. Goedenavond. Zien jullie het? Deze Primark winkel zou over 5 minuten. Ik ga het jasje niet nemen. Terwijl ik vind hem van voor ook heel leuk staan. Hele mooie kleur. En dit topje vind ik heel leuk. Alleen hij is net een beetje groot. Nee, je kunt de bandjes dus niet verstellen. Dus ik moet hem maat kleiner. Maar ik red het waarschijnlijk niet om dat te pakken. Als ik het wel red, ga ik hem nemen. Want hoe cool is deze outfit? Ik vind het echt een hele toffe outfit. Ik vind het jasje ook echt heel chill. Maar ik vind het een beetje veel geld. Ik heb wel heel veel spijkerjasjes. En als laatste deze jurk kost 17. Het is misschien leuk voor Balanced Beast ofzo. Maar hij is ook veel te groot. Dit is een personeelsmededeling. Hij zit wel lekker. Hij heeft wel wat, maar hij is gewoon te groot. Oké, jongens. Ik ben echt zo moe. Ik ging 10 over de Primark uit ofzo. Ik moet ook nog wat omruilen. Het was echt zoveel stress en ik heb de helft in mijn mandje weer teruggegeven omdat ik het niet kon passen. Maar ik laat jullie thuis nog heel even zien wat ik heb gekocht. Want ik vind dat toch leuker. Ik weet dat jullie het leuker vinden als ik gekocht of niet gekocht in beeld zet. Maar ik vind het zelf toch leuker om het aan het einde pas te vertellen. Een beetje spannend houden. Dan kunnen jullie ook zeg maar je mening geven in de comments. Zonder dat jullie al weten wat ik besloten heb. Dus oké, doei, tot zo. Oké, aangezien ik zo enthousiast ben over de items, wil ik ze graag nog heel even aan jullie laten zien. Dus als je het niet wil zien, kun je nu gaan, maar ik vind het leuk. Bij de Primark heb ik dus die broek gekocht voor 21 euro. En ik twijfel een beetje, want eigenlijk is hij net een beetje. Hij zit nu goed en ik weet dat hij gaat uitlopen. Maar ik heb weer riemen herontdekt. En dan, met mijn benen zit hij dan in principe goed. Dus dan doe ik gewoon een riem omdat hij weer strakker zit. Want ik denk dat ik die kleinere maat niet pas. En ik vind hem echt heel erg leuk. Echt heel blij mee. Hij sluit gewoon echt heel erg mooi aan. Maar ja, ik weet dus uit ervaring dat ze vaak uitlopen. Maar ja, ik heb nu gewoon een broek nodig en ik kan wel blijven zoeken. En dan vind ik 20 euro prima. Wat ik ook heb gekocht wat ik echt heel leuk vind. De zomerpanter aan, maar deze paraplu vind ik zo leuk. Alleen al Instagram foto's hiermee. Ruben is aan het gamen op de achtergrond. Hoe chill dat je om 19:30 s'avonds nog licht hebt. En deze heb ik niet gepast, maar deze is 6 euro. Dat vind ik een heel leuk roze shirtje. Lekker stofje. Hij is misschien een beetje klein, maar met LA erop. Dan heb ik dus bij de H&M met 10 euro korting, wat echt super relaxed is, dit hele leuke jasje kunnen kopen. Nou, jullie hebben gezien hoe die staat. En jullie zullen het vast nog wel in de vlogs of op mijn Instagram foto zien. Ik ben er echt heel blij mee. Kijk, het is dus echt een heel leuk met schoudervulling. Beetje, ja. Hij is dus niet zwartig, een beetje grijs. Ik vind hem echt heel mooi. Je hebt er ook een broek erbij, maar die is net wat anders. En die had ik ook gepast trouwens, maar dat zag ik echt niet uit. Dat heb ik jullie bespaard. Dit topje van Oni. Hoe leuk staat dat op die broek met die rode streep. Ik twijfelde nog even. Ik dacht, ga ik dit wel veel dragen? Maar ik vind hem toch wel heel erg leuk. En hij was gewoon echt heel erg goedkoop. Dus hij was dus 15 euro. Mega chill. En hiervoor ging ik dus echt naar de stad. En ik dacht, hij gaat er niet meer zijn. Maar was er dus nog deze jas. En hij staat mega leuk. En hij valt mooi. En het is dus een soort van veelt, maar het voelt niet goedkoop. Ik ben er heel erg blij mee. En die is dus 60 euro. En dan nog even één ander dingetje wat ik nog heb gekocht. Dat zijn deze twee. 1 plus 1 gratis. Ik wilde deze kopen en ik hoopte dat ze in de aanbieding waren. Ik hoop dat jullie niet erg afgeleid worden door Ruben. Ik ontdekte deze dus weer. Ik heb die echt al heel veel jaar. En ik zag hem weer liggen. Hij was echt al oud. Ik dacht, laat ik hem weer eens gebruiken. En mijn haar werd zo glad in één keer. Toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon het product dat ik moet gebruiken.
Dus ik heb deze weer gekocht. En die zijn van €10,30. Maar nu is het 2 voor €10,30. Dus dat was dat de video. Ik ben heel blij met mijn items. En ik heb echt goed nagedacht over wat ik wilde kopen. Dus ik heb echt alleen maar items waar ik heel blij mee ben. Dus dat vind ik veel leuker dan heel veel troepjes. Ik heb verder helemaal geen troepjes gekocht. Behalve dus dit. Verder alleen maar kleding. Dus ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Of je een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!